Altahem is een firma gevestigd in Harelbeke en is gespecialiseerd in de design, productie en verkoop van PU-schuimventielen en ook van PU-schuimpistolen, als ook siliconenpistolen. We zijn een klein maar gedreven team dat streeft naar vooruitgang en innovatie. En met deze vooruitstrevende mentaliteit hebben we ook dit jaar de unieke bekroning gehad van Factory of the Future. Dat wil zeggen dat Altahem behoort tot de top van de West-Vlaamse maakindustrie. Ook deze spuitbus is gebaseerd op deze technologie en met deze graffiti-spuitbus is het werk achter mij gemaakt. Bij Altahem produceren wij de PU-schuimventielen. In onze assemblagehal hebben wij een drietal assemblagemachines staan die eigenlijk de drie componenten om zo'n ventiel te maken gaan samenvoeren. Namelijk een cup, een rubbertje en ook een stem. Deze componenten die worden toegevoerd in een doos. Om die toe te voeren aan onze assemblagemachines dienen onze operatoren die dozen, die toch vrij zwaar zijn, op een niet-ergonomische hoogte te tillen om de toevoer naar de machine te verzekeren. Nu, daarin ligt voor jullie de uitdaging. Kunnen jullie een bepaald kipsysteem ontwerpen die ervoor zorgt dat het werk voor onze operatoren lichter en ergonomischer wordt? De droom is om gebruikmakende van de Japanse Karakuri Kaizen methodologie om eigenlijk een liftsysteem te gaan ontwerpen. Ja, Karakuri Kaizen maakt gebruik eigenlijk van pipe and joint materialen, lichte materialen en zwaartekrachten. Zodanig dat men op een slimme, efficiënte manier ook gewichten en materialen kan gaan verplaatsen. Ik wens jullie ook mee te werken om de ergonomie te verbeteren en aan de slag te gaan met Karakuri Kaizen systemen. Kies dan voor Altahem.